lekker. En dan zei hij, doe lieflijk, ik ben er al 20 jaar mee bezig. Motherfucker. Maar dat zijn we niet. Want zo netjes opgevoed was je natuurlijk wel. Die kwam met één naar Nederland en toen kwam ik te wonen in de montagebuurt. Maar we gaan even terug naar Baldwin, want je hebt een prachtig voorwoord geschreven voor het boek. Wat nu in de Nederlandse vertaling deze maand is uitgekomen. En ja, even kijken, nee, dit gaat niet lukken. Een boek en daar heb jij een voorwoord voor geschreven. En net als Baldwin natuurlijk. Een voorbeeld geeft en na een taalrisico's dat ook deed voor zijn zoon. Jij continueerde de traditie en doorbrak de traditie tegelijkertijd. Want jij dacht, hey, genderverhoudingen, als we het de hele tijd over ras hebben, laten we het dan ook over gender hebben. Hè? Let's ask the other question. Het voorwoord, vertel even, aan wie richtte je dat en waarom? Ik heb het voorwoord. Ja, dus ik heb het voorwoord geschreven aan mijn achternichtje Carmen, die 16 is, zwart meisje, ze heeft ook een zwarte vader, ze woont in Groningen. Ik dacht namelijk, het is belangrijk om de traditie te doorbreken dat mannen schrijven aan hun zoon of hun neef. Dus Baldwin schrijft aan zijn neef, Ta-Nehisi Coates aan zijn zoon. Maar ik vond, er moeten ook brieven geschreven worden aan jonge meisjes. Wat betekent het om zwart te zijn in de Nederlandse samenleving? Hoe kun je zorgen dat je overleeft en niet alleen overleeft, maar floreert? Dus ik wil eerst even Simone geruststellen. Dat er connecties gemaakt worden met Nederland. ik vind dat namelijk een onderbelicht onderwerp. We praten daar nauwelijks over. Met de generaties die er aankomen. Wat betekent het om zwart of wit op te groeien in Nederland? Wat voor positie wordt je toegewezen? Ik vond bij vrouwen in mijn generatie, dat als ik daarop terugkijk, dat er te veel mensen ziek of gek of geheel onderuit gegaan zijn. Ik wilde aan mijn nichtje wat dingen vertellen die ik zelf graag geweten had toen ik 16 was, maar die mijn ouders mij niet konden vertellen, omdat dat een tijd was waarin we volop geloofden in kleurenblindheid. Als we het er niet over hebben, over kleurverschillen, dan bestaat het ook niet. Dan heeft het ook geen consequenties, terwijl het natuurlijk zo duidelijk als wat was, dat dat wel het geval was, dat het wel consequenties heeft. Dus ik heb een, net als James Baldwin aan de jonge James, heb ik een aantal dingen aan nichtje Carmen geschreven over hoe ze kan overleven. En dat ze in de eerste plaats moet weten dat ze zwart is. Want het is ook nog zo'n dingetje dat een heleboel ouders dus niet met hun kinderen praten over wat het betekent om zwart te zijn. Een heleboel zwarte mensen denken, nou, als ik maar net zo doe als witte mensen, dan word ik misschien wel als gelijke behandeld. Ik denk dat het veel meer een onderwerp van gesprek moet worden. En ik zag net mijn buurvrouw Joan ook binnenkomen. En met Joan had ik de afgelopen tijd ook gesprekken hierover. Dat het zelfs in de Bijlmer, waar we nu zijn, waar zoveel zwarte kinderen wonen. Joan vertelde me over een dekenjuf. Die lesgeeft aan kinderen tussen 8 en 12, zwarte kinderen. Vraagt de juf om een zelfportret te tekenen en dan tekenen die kinderen blonde meisjes met blauwe ogen. Als je ziet kleine meiden die naar school gaan met hun rugzak op, die hebben allemaal een rugzak met de prinsessen van Walt Disney.
Er wordt op allerlei manieren aan kleine zwarte meiden overgebracht. Dit is wat je eigenlijk zou moeten zijn, wat mooi is, wat slim is, wat excellent is. Dus wat je meekrijgt is dat zwart gewoon minder waardig is. En daarom zegt James Bolton tegen zijn neefje, geloof niet alles wat witte mensen tegen je zeggen. En dat is ook dus een van mijn boodschappen aan Carmen. Geloof niet alles wat witte mensen...